Dit is Guurtje Leguit, schrijfster van verschillende kinderboeken en romans. Onlangs verscheen haar tweede grote roman met de titel Badwater. Guurtje is getrouwd en moeder van 3 kinderen. De bouw van nieuwe moskeeën moet stoppen. Daarmee ben ik het oneens, want wij hebben vrijheid van godsdienst. Dus ja, daar profiteren wij zelf van en daar mag iedereen van profiteren. Ja, en als er mensen zijn die vanuit hun eigen godsdienst een probleem hebben met het feit dat er veel moskeeën komen, dan zou ik zeggen, ga evangeliseren. In plaats van dat je het op deze manier wil oplossen. De regering moet de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten voortaan geld lenen voor hun studie. Daarmee ben ik het oneens. Omdat ik vind dat je er heel erg voor moet waken dat studeren iets wordt van een bepaalde bevolkingsgroep. Ook omdat dat ook betekent dat de mensen die gestudeerd hebben en bepaalde posities hebben ook allemaal uit die bevolkingsgroep zouden komen. Dus ik vind dat, eigenlijk zoals het nu is, vind ik een goede zaak. En wat mij betreft mag het zo blijven. Oké. Nou, die had ik echt niet aanzien komen. Ik heb niet zo heel veel verstand van wat alle standpunten precies zijn per partij. Maar ik heb wel het idee bij de ChristenUnie dat ze heel open en eerlijk zijn. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Afgezien van het feit dat het ook een christelijke partij is. Maar dat ik ook het gevoel heb van ze zeggen wat ze doen en ze doen wat ze zeggen.